En de belangstelling voor de opleiding tot huwelijksambtenaar is groot. De eerste lichting heeft de opleiding reeds afgerond, terwijl de tweede lichting in december klaar moet zijn. Het gaat in totaal om 152 deelnemers van verschillende religieuze organisaties. En met deze opleiding krijgen de deelnemers tools en vaardigheden mee om een religieus huwelijk met alle bijbehorende rituelen te voltrekken, die direct ingeschreven kan worden bij de burgerlijke stand, zegt Stanley Soropawiro, beleidsadviseur religieuze aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze opleiding volgt na die ene van 2016. En het bleek dat na die van 2016 er nog steeds aanvragen binnenkwamen vanuit de religieuze organisaties om huwelijksambtenaren aan te stellen. Dat geeft aan dat de religieuze organisaties het heel erg belangrijk vinden dat de mensen binnen de kerken, binnen de gemeentes, moskeeën of mandiers in het huwelijk treden op de religieuze manier. Want de wet nu biedt de mogelijkheid dat men op een religieuze manier het huwelijk kan voltrekken. In de eigen locatie, het kan thuis, het kan in de kerk, in de moskee, in de mandir. En dat het direct een wettig huwelijk wordt. De opleiding tot huwelijksambtenaar bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel, zegt Orlando Kuijs, docent tevens hoofd, registers en kantmeldingen van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Mededocent Natasha Arupa Wongswisan, die tevens waarnemend hoofd is van het CBB, legt uit dat de deelnemers worden getraind in de procedures. We wijzen ze op problemen die kunnen voorkomen en behandelen verschillende casussen met ze, zegt Wongswisan. Moeten we wel gelijk opmerking plaatsen, dus dat die drie theoriedagen niet echt voldoende zijn, omdat de mensen na deze modules, na deze lesdagen dus een tentamen maken en vervolgens het veld ingaan om hun in feite de praktische werkzaamheden uit te voeren. En wat houden de drie theoriedagen? De praktische dagen houden in, dus dat ze dus op een heel makkelijke manier, moet ik aangeven, op basis van wat is opgesteld aan opleiding. Wat lessen verzorgd krijgen en eventueel de skills worden aangeleerd waarop men zou moeten letten en wat men eventueel in de praktijk kan verwachten wanneer men een huwelijk ten overstaan van een huwelijksambtenaar wordt voltrokken. Bijvoorbeeld twee minderjarigen komen een aangifte doen, hoe doe je dat? Een buitenlander en een Surinamer komen, hoe doe je dat? Mag je van de een huwelijk voltrekken voor een andere gemeente, mag dat ja of nee? Dus al dit soort kleine praktijkgevallen. Ze komen zelf ook met praktische vragen van hoe staat u tegenover het lezen van de akte? Dat leren we ze ook, hoe je de akte moet lezen. En dan komen zij zelf van, moet je lezen dat de persoon gescheiden is? Moet je aangeven dat de persoon weduwe is? Dat soort kleine dingen. En dan train je ze erin. Het is nieuw voor ze. We hebben een diversiteit aan verschillende organisaties. En de manier hoe ze ook met elkaar communiceren is ook heel mooi. Dus ze leren ook nog van elkaar. Alus Natasha Arupa Wongswisan, waarnemend hoofd van het CBB. En daarvoor zag je Orlando Kuijs, docent huwelijksambtenaar, opleiding. Ze spraken over de opleiding tot huwelijksambtenaar.